Welkom bij een nieuwe Rodebaan video. We zijn in Frankrijk en we zijn bij Tricky Track, een alpine coaster op het 2019 weekend. Hij ziet echt splintertje nieuw uit. Nieuwe lift, heel nieuwe alpine coaster types. Ik zag ook al op automatische remmen zitten op de hele baan, dus dat wordt niet een hele snelle baan. Het is een duurtje weer. Ja, wat ik al vaker zei, in Frankrijk zijn de Rodebaan helaas wat duurder dan Duitsland. 7,5 euro per ritje, dus dat is wel weer een flinke dure. Komt het een beetje de moeite waard is, dus ik neem jullie gewoon mee. Het regent helaas een beetje. Maar ja, dan mag het niet drukken, dus we gaan gewoon instappen in deze Tricky Track alpine coaster. En dat is de Rodebaan hier in Tricky Track. 7,5 euro zonder wat geld eigenlijk. Ik doe me sterk denken aan de Alpspitz Coaster in Duitsland. Ook volledig geautomatiseerd. Iets andere trainer moet ik zeggen, die is nog nieuwer. Maar wel ja, hetzelfde concept en ook een beetje dezelfde soort layout. Ook met dat tunneltje zo, met de lift hill. Het doet ook een beetje denken aan de ene Rodebaan die gedaan had, de Alpine Coaster, vlakbij Parijs in de buurt. Is een klein stukje bos, had je hier een klein stukje bos en dan had je laten we zo'n zo vlakte. Qua uitzicht is het heel mooi, als je een beetje ziet wel. Maar qua baan is het een dikke drama, 7,5 euro veel te veel geld. Maar plus 1. Vond je een leuke video? Like en abonneer hieronder, zet het belletje van, dan mis je nooit een video van veel te rollercoaster. Ik zou zeggen, tot de volgende video.